Op Openbaarheidsdag vieren we dat er archieven openbaar zijn geworden. Dat zit zo. Wij als collectie Overijssel beheren de archieven van de gemeente Deventer, de gemeente Zwolle en een aantal rijksdiensten, waaronder de rechtbanken. Elk jaar op 1 januari verschuift die openbaarheidstermijn en komen er dus nieuwe archieven toegankelijk voor jou als onderzoeker of als burger om ze te raadplegen. Vandaag gaan we een aantal van die bijzondere documenten die openbaar zijn geworden bekijken met mijn collega's. En we beginnen hier in Deventer bij mijn collega Ton Dijksterhuis. Ja, beide documenten komen uit het politiearchief. En ik heb hier bijvoorbeeld het vreemdelingenregister liggen. In deze bron werden mensen geregistreerd die zich voor het eerst melden, die kwamen wonen in Deventer, begrijp ik dat goed? Ja, zoals nu zullen we zeggen, de asielaanvraag wordt gedaan. Als je van buiten kwam, werd je geregistreerd en moest je ook belasting betalen en dat soort zaken. Dus. Ja. Wat ik heel leuk vind is, wat je hier ziet, is een aantal bekende namen. Ik heb hier bijvoorbeeld de naam Pietro Talamini, van de bekende IJsselon. Heel bekend hier. Maar die is al in 1932 naar Deventer gekomen, vanuit Italië, de Dolomieten kwam die vandaan. En in 1932 komt hij hier naartoe, komt hij al in dat vreemdelingenregister. Maar in 1945 staat hij nog steeds in dat vreemdelingenregister. Dus al die jaren wordt hij als vreemdeling beschouwd. Nou, mooi om zo'n naam terug te zien. Nou, dit is echt een hele mooie bron voor genealogisch onderzoek. En dit is nu voor het eerst openbaar. Waarom was het al die tijd, dus 75 jaar, niet openbaar? Nou, het heeft met personen te maken, dus het is echt privacygevoelig materiaal. Ja. Nou, de regel is dat het 75 jaar niet openbaar is. Ja. Nu is het beschikbaar gekomen. Ja. Ja, echt dus een nu heel kan mooi... iedereen er onderzoek in doen? Nu kan iedereen er onderzoek aan doen. Ja. Dan heb je nog iets anders liggen? Ja, dit heeft helemaal met de oorlog te maken. Dit is ook eigenlijk een administratief document. Dit komt dan heel uit. Heel dun papier is het, hè? Ja, echt, weet je, het papier was natuurlijk ook schaars, minder van kwaliteit. Ja. Maar het is echt een administratief document, komt uit het politiearchief. Dit werd gebruikt door de politie. Wat je hier ziet is een lijst met 163 adressen van huizen waarin Joden woonden. Deze Joden zijn allemaal opgepakt en weggevoerd. Dus het is eigenlijk een heel triest document. Hier gaat heel veel leed achter. Ja. Ik word er ook een beetje, ik heb er ook wel een beetje moeite mee. Ja, snap ik ook wel. Want je ziet natuurlijk eigenlijk, wat jij zegt, hele administratieve bron. Maar het verhaal van iedereen die hierin geregistreerd staat, is natuurlijk enorm. Hè? Een hele trieste geschiedenis. Ja, absoluut. Ja. Je hebt bijvoorbeeld de familie Hillesum. Bekend van, dit is de vader van Etty Hillesum. Ja. Van het dagboek. Ja. Dat hele gezin is afgevoerd en overleden. Heel triest. Ja, op zich een document waar je veel onderzoek nog naar kan doen. Ja. Want door wie wordt dit bijvoorbeeld gebruikt? Hè? Nu is het openbaar. Nu wordt het bijvoorbeeld gebruikt door mensen van de Universiteit van Nijmegen. Er wordt een onderzoek gedaan naar het vastgoed van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Wat is daarmee gebeurd? Ja. Dus dit is echt een bron dat wordt echt gebruikt. Dit is ook nog goed te gebruiken voor genealogisch onderzoek. Ja. Dus mooi dat het nu beschikbaar komt. Ja. Maar goed, hier zit echt veel leed achter. Ja. Dus het is ook een leeddocument, noem ik het. Dankjewel. Alsjeblieft.